Minister Mike Noorsalim van Binnenlandse Zaken heeft vandaag het Enabling Gender Responsive, This is the Recovery, Climate and Environmental, the Resilience in the Caribbean project officieel gelanceerd in Courtyard Marriott. Het Engendare project heeft het navolgende tot doel: het verder integreren van gendergelijkheid en een mensenrechtenbenadering voor wat betreft acties in zaken klimaatsverandering, milieu als ook rampenherstel en het identificeren en aanpakken van de eventuele kloven opdat mannen en vrouwen, jongens als ook meisjes, gelijke toegang hebben tot oplossingen in dit verband. Het belang van gendergelijkheid, ook op het gebied van milieu en klimaatverandering, is terug te vinden in het gendervisiebeleidsdocument 2021-2035 en het genderactieplan 2019-2020 die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gelanceerd op 5 juli 2019. In dit beleidsdocument is het prioriteitsgebied milieu en klimaatsverandering toegevoegd voor de komende periode. De effectieve participatie van niet alleen mannen, maar ook vrouwen in dit prioriteitsgebied is namelijk essentieel. Niet alleen omdat vrouwen onevenredig zwaar getroffen worden door de gevolgen van klimaatsverandering en rampen, maar omdat zij ook kunnen bijdragen aan verandering en een belangrijke rol hebben bij het formuleren en uitvoeren van beleid en actieplannen met betrekking tot het milieu, de bescherming van de biodiversiteit, als ook adaptatie en mitigatie bij klimaatsverandering. Het bereiken van gendergelijkheid, ook op het gebied van milieu en klimaatverandering, is niet een taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken alleen. Een samenwerking met ontwikkelingspartners, overige ministeries en andere stakeholders, waaronder maatschappelijke organisaties en NGO's, is hierbij van bijzonder belang. Het Engender project heeft alleen kans van slagen als iedereen betrokken is en de daad bij het woord voegt. Voor het welslagen van dit project is voor ons allen een belangrijke rol weggelegd. Hierbij verklaar ik het Engender project in Suriname als te zijn gelanceerd en reken op u volle ondersteuning. Het Engender Project wordt in samenwerking met de UNDP uitgevoerd en gefinancierd door Global Affairs Canada en de Department for International Development van het Verenigd Koninkrijk. Raadsadviseur Sharon Sarijan Chokro van het bureau Genderaangelegenheden is belast met de rol van Government Coordinating Focal Point van het Engender Project en is al zodanig lid van het regionaal Engender Project bestuur. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg heeft het jaar 2020 feestelijk ingeluid. Op 10 januari jongstleden had het instituut zijn Oppojari Happening. Tijdens dit evenement kwamen verschillende sprekers aan het woord, zoals nieuwbakken directeur Minoche Bromet, vakbondsvoorzitter Ronald Hooghart en de directeur van het ministerie van Volksgezondheid Cleopatra Jesserun. Directeur Bromet deed een terugblik op het jaar 2019 en zei dat ondanks het BOG in 2019 vele uitdagingen heeft gekend, het personeel zich heeft ingezet om de organisatie staande en draaiende te houden en zo de gestelde doelen toch nog te kunnen bereiken. Zij noemde enkele van de geboekte resultaten. De beëdiging van de BAVP'ers in 2019, decentralisatie van het Medisch Opvoedkundig Bureau, waar we nu in Nikeri en Wanika zichtbaar zijn. Het ligt in de bedoeling dat deze diensten in 2020 verder
decentraliseren en de stappen daartoe zijn reeds gezet. Het versterken van de capaciteit van vector control, trainingen om het personeel vanaf trainingen zijn aan het personeel gegeven vanaf januari tot en met juli 2019 en ook zijn er protocollen en richtlijnen ontwikkeld. Er is in de maken Integrated Systems for Health project for non-communicable diseases en een deelcomponent hiervan is een ICT gedeelte. Pretesten van nationale voedingsrichtlijnen voor de afdeling voeding. Het succesvol uitvoeren van een baby-friendly hospital initiative. Het behouden van onze accreditatiestatus van het Centraal Lab. Het certificaat is reeds in ons bezit. Verbetering van het monitoring- en evaluatiesysteem op kwartaalrapportagebasis. Implementatie van digitaal monitoringsysteem voor een nationaal vaccinatiebeheer. Updaten van diverse protocollen voor epidemiologische surveillance, wat heeft geresulteerd in een standard operations procedures. Diverse trainingen van ons personeel op vele gebieden. De directeur geeft verder aan dat het instituut in 2020 onder andere voornemens is om invulling te geven aan het behalen van de Millennium Development Goals voor 2030, wat volksgezondheid betreft, en de nationale capaciteiten te versterken om voorbereid te zijn op ziekteuitbraken, noodsituaties en rampen die de gezondheid van onze bevolking kunnen beïnvloeden. Verder wil de directeur Bromet volgens een geheel nieuw concept een kolfkamer inrichten op het medisch centrum waar moeders hun moederbellen kunnen kolven en die veilig en koel kunnen bewaren voor hun baby. Het BOG wil zich ook richten op training aan het personeel van crèches. De directeur van Volksgezondheid gaf in haar toespraak aan dat het BOG meer erkenning verdient dan het nu krijgt. Er is daarom ook dringend aanpassing nodig. In dat kader hebben deskundigen gekeken hoe dat het beste kan en is er al een voorstel gedaan voor die transformatie waarover mevrouw Bromet het had. De transformatie naar daadwerkelijk een health instituut. Een public health instituut voor Suriname. Zoals mevrouw Bromet ook heeft aangegeven, zal er degelijk rekening worden gehouden met de human resources. Met elke individuele medewerker in mind hebben. Dus wees u getroost, meneer Hooghaar. Recent is eindelijk de IDB-loon afgesloten. Om het BOG ook op weg te helpen naar deze transformatie en health instituut. En zodra dit instituut een feit is, zal u merken dat er een verbetering zal plaatsvinden van de infrastructuur, dus ook van u als personeel. De directeur benadrukte verder dat de dataflow vanuit het BOG naar het ministerie uitermate belangrijk is, zodat het ministerie in staat is beleid te maken met de gegevens die gebaseerd zijn op kwantitatief en of kwalitatief wetenschappelijk onderzoek. Verder stak vakbondsvoorzitter Ronald Hooghaarts het personeel van het BOG een hart onder de riem door hen te motiveren hun werk te doen naar behoren, geloof te hebben in zichzelf en het land verder op te bouwen. Het Oppojari-evenement van het BOG werd afgesloten met wat entertainment van de culturele zanggroep NAX. Oh,
De agrarische sector in het district Para kan en zal aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Dit zei minister Robin Parmisser van Landbouw, Veeteelt en Visserij tijdens een werkbezoek aan het district. Met zijn collega Stefan Tsang van Handel, Industrie en Toerisme en hun gezamenlijke staf vertoefde de LVV-bewindsman om zaterdag 11 januari in het district Para voor het afwerken van een speciaal opgezet programma. Gezien de vele mogelijkheden die dit district biedt, ziet minister Parmisser dat gemeenschap van Para meegaat met de nieuwe ontwikkelingen van het ministerie van LVV. Het doet me een groot genoegen om in gecoördineerd verband en in georganiseerd verband met elkaar van gedachten te wisselen hoe we een drastische, actieve aanvang. We hebben een aanvang gemaakt, maar de volgende stappen kunnen zetten voor de agrarische productie. Ja, agrarisch, dat bedoel ik ook, daarmee neem ik mee, dan niet alleen landbouw, maar veeteelt en visserij, in zijn brede context. Zoals u weet, is in de wereld een grote vraag naar voedsel. En dat is niet een populaire uitspraak. Iedere dag raken we er steeds mee geconfronteerd. Voedsel, en let u daar alsjeblieft op, de gewassen worden steeds duurder. Wij zelf consumeren ook heel veel. Veel meer dan een aantal jaren terug. Ik geef u een voorbeeld waar we later op ingaan. Kip bijvoorbeeld, kippenvlees. Wij consumeren afgerond 25 miljoen kilo per jaar. Kippenvlees. Hoeveel produceren wij? Afgerond 10 miljoen. Er werden diverse presentaties gehouden. Het doel van de GAP-trainingen verzorgd door onderdirecteur landbouw Ashwin Ramdien. GAP staat voor goede agrarische praktijken. U weet, LVV-policy is voedselzekerheid en voedselveiligheid. Maar de afgelopen periode is voedselveiligheid, alles wat de klok slag is voedselveiligheid. In Suriname, voedselzekerheid is al gegarandeerd. En wat de veiligheid betreft, dat kan je niet aan tijd binden, want is continu aan regels onderhevig. Vooral wat de export betreft, als u naar het buitenland gaat exporteren, zijn er altijd nieuwe regels wat bepaalde regio's betreft. Terug naar de GAP-training. U weet, de goede agrarische praktijken, dat proberen wij via LVV de landbouwers bij te brengen. Dat wij eigenlijk samen met hun de regels willen bijbrengen van verantwoord telen. Het gaat niet om dat je eigenlijk zaden rondstrooit en dan groeit die maar raak en dan kan je bespuiten, want jij wil alleen de beste producten oogsten. Maar wat daarin zit aan gif, daar houdt men geen rekening mee. Want men kijkt alleen naar het uiterlijke van Amdemoy, maar wat erin zit, daar houdt men geen rekening mee. Want uiteindelijk probeert men maar op zo'n manier geld te verdienen, maar wat veiligheid betreft, gezondheid van de mensen, daaraan wordt niet gedacht. Maar onder andere vanuit LVV proberen wij dan nu de afgelopen periode strakker daartegen aan te gaan. Dat vooral de landbouwers voedselveiligheid nummer 1 stellen. Tania Liu Asu, beleidsadviseur bij het ministerie, gaf vele mogelijkheden aan voor een op te zetten kokosindustrie. Een optie schriftelijk lijkt competitors, faietakins raan toko, to le concurrent. Imchi, ala den traburu, le kwam bondgenoot. Want weet je, una noti. Eigenlijk, desmana laf de lafunu, efe luku de trakondre. Omdat, wan jari, wan hectare, nga pjizok saba, of nga watu krontobong, na neks. De rest fulibi, wo knap tapa uku, eser watu kronto. Dat na realiteit. Solanga uno luku fu bondru, fu roko sama, fu struktur sawedu, fu don tenki prakseri, fu tekun teng fu opawatu platform, e fu no durati minister na ministero kong, mana semtori.